is een verjaardag in Maastricht, in die zin dat het 25 jaar geleden is dat het verdrag van Maastricht is getekend. En het is een belangrijk mijlpaal geweest in de Europese geschiedenis, wat hier heeft plaatsgevonden, precies op deze locatie ook, aan dezelfde tafels. Wij vinden dat we het ook over de toekomst van Europa moeten hebben. En toen hebben we gedacht, we organiseren een hoorzitting. En we doen het dus een keer niet in Den Haag, maar in Maastricht. Ik moet zeggen dat dat wel iets heeft opgeleverd, namelijk dat je veel meer mensen hebt die pro-Europa zijn dan wanneer we het in Den Haag hadden georganiseerd. Maar tegelijkertijd laten wij ook zien dat we overal kunnen discussiëren met voor- en tegenstanders. Ja, welkom in Maastricht, zeker voor de aanwezige volksvertegenwoordigers. Daar ben ik zelf ook een tijdje geweest, maar dan vanuit Limburg. En het viel me in al die jaren op dat de afstand Den Haag-Maastricht twee keer zo lang is als de afstand Maastricht-Den Haag. De Europese Unie is met een aantal verstrekkende plannen gekomen. 5, 6 scenario's over moeten we doorgaan als het is, moeten we minder samen doen, moeten we alleen een markt doen, moeten we juist heel veel meer samen doen, of moeten we in kopgroepen samenwerken, of moeten we langzaam uit elkaar. Dat zijn hele diepe keuzes die je maakt. En dan is het goed om een dag lang experts te horen die de voor- en nadelen van die scenario's en ook van de economische samenwerking zeggen. Waar staat de Europese Unie nou voor? Wat werkt wel, wat werkt niet? Welke kant zou je op moeten met de Europese Unie? Maar daar mag je kritisch op zijn. Hè? Je mag ook tegen de Europese Unie zijn. Je mag ook volledig vol zijn. Je wil een federatie of zo. Nou, ik hoop dat Kamerleden ook de verantwoordelijkheid voelen die ik voel om de Nederlandse bevolking ervan te overtuigen dat sommige problemen kunnen we niet alleen aanpakken in Nederland, daar hebben we die Europese Unie voor nodig. Dan hebben we bijvoorbeeld wel samenwerking tussen parlementen. Maar dan als je dan vraagt van ja, hoe kun je dat beter maken, dan is het nog wel lastig om daar een idee over te krijgen. Dus er zijn een hoop abstracte ideeën die niet goed uitgewerkt worden. Ik denk dat het van belangrijk is dat het debat eens een keer gevoerd wordt. Anders is Brussel en wat daar allemaal gebeurt heel ver weg. En ik vind dat het een taak is van de nationale parlementariër om niet meer te kunnen zeggen van dat is Brussel schuld, heb ik niet geweten. Nee, je hebt daar als nationale parlementariër ook een rol in. En je kan er vroegtijdig kan je een proces beïnvloeden.